Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Ja! Hoppa! Oh! Oh! Mijn vriendin is jarig en ik zeg, wat wil je voor de verjaardag? Ze zegt een ring. Ik heb er 5 gekocht. En weet je, is nog leuk ook. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En vandaag weer inspiratie op het gebied van gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Geniet ervan. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke 3 afleveringen is het 1 losse oefening en de 4e combineren we die allemaal samen. Een nieuwe aflevering, nieuwe oefening. De eerste keer was een sidestep met de handen omhoog. De tweede keer was knieheffen en vandaag gaan we schaatsen. En dat wil zeggen naar de zijkant, opvangen, terug, andere kant, opvangen. Doe je met me mee? Daar gaan we. Als je goed opvangt, lichaam is laag, maak een grote sprong. Als je iets verder kan springen, spring verder. Zakken door je benen, je moet hem goed voelen. Goed zo. Laatste secondes. 3, 2, 1. En rust. Oké, super goed gedaan. Veel plezier vandaag. Op basisschool De Neerakker in Heidhuizen gingen de kinderen kickboksen met René. Kickboksen is gezond, vereist discipline, is een uitlaatklep voor zowel body als mind. En het zorgt voor respect voor anderen en voor jezelf. Tevens combineerden we dat met een klassikale les fair play om nogmaals te inspireren met gezond gedrag. Gaan we die combinaties doen, dus als het daar In onze rubriek De Brievenbus zijn we op zoek naar jou. Want wil jij in Kerngezond TV komen? Stuur dan zelf een filmpje in van ongeveer een minuut over gezond bewegen, gezonde voeding of gezond gedrag. En als het leuk genoeg is, zenden wij het uit. Hoe gaaf is dat? Dus stuur je filmpje, doe dat dan wel per mail, info@wijzijnkerngezond.nl en natuurlijk niet via De Brievenbus. Dit keer is de scholenchallenge te gast op basisschool De Brink in Melderslo. En dit zijn de 6 kanjers die de eer van Melderslo gaan verdedigen. In de scholenchallenge proberen 3 kinderen, de quizkids, de vragen goed te beantwoorden. Bij een goed antwoord gaat een belletje, het signaal voor de jumper om de bal bij de finisher te bezorgen, die na een slalom probeert de bal in de basket te gooien. We gaan beginnen. Als je bij bowlen alle kegels omgooit, hoe noem je dit? Strike. Zo, de quizkids zijn snel. Grote sprongen, maar oh jee, de bal schiet los. Van welke fruitsoort worden krenten rozijnen gemaakt? Druiven. Wederom een snel antwoord van de quizkids en Giro mag weer. Prima sprongen, een perfecte worp naar Meike. Jens duwt Meike tussen de pionnen door met alle kracht. Meike gooit en... Oei! Via de rand eruit. Bij welke sport heb je handschoenen aan en sta je in een ring? Boksen. Niet normaal hoe slim en snel die quizkids zijn. Daar springt Giro alweer. Mooie vangbal van Meike. En Jens mag weer gas geven. Daar gaat Meike. Helaas, net niet. Welke sport beoefenen Djokovic, Federer en Serena Williams? Tennis. En ja hoor, het antwoord is alweer goed. Giro gaat als een trein en prima worp. Meike vangt en Jens gebruikt al zijn kracht om te slalommen. Meike gooit en... Groeien aardappelen boven of onder de grond? Onder. Haha, die quizkids zijn nog slimmer als Google. Giro gaat weer goed en hij gooit de bal naar Meike. Jens duwt zich een ongeluk. Wat een krachtpatser. Meike staat er weer klaar voor en... Ai!
In welk deel van de sinaasappel zitten de meeste vitamines? In het midden. Om de hoeveel jaar worden de Olympische Spelen gehouden? 3. Hoeveel spelers staan er in één team op het veld bij volleybal? 12. Waar in Nederland wordt volgend jaar een Formule 1 wedstrijd gehouden? Zandvoort. Dat was de bel. In de herhaling kijken we nogmaals hoe perfectie eruit ziet. De geweldige sprongen van Giro gevolgd door een mooie worp. De vangbal van Meike en de kracht en snelheid van Jens. En uiteraard het scoren van Meike. Goed gedaan, basisschool De Brink. En in de stand zien we dat ze binnenkomen op de tweede plek. Koploper blijft basisschool De Kwir uit Neer. Ik ben Sam. Ik zit in groep 6 van basisschool De Mussenberg uit Horren. En ik ga een mop vertellen en te motiveren. Er komt een klant bij de vlaggenwinkel. Hij vraagt, kan ik hier een groene Nederlandse vlag kopen? Zegt de verkoper, nee die heb ik niet. Ik heb alleen een rood-wit-blauwe vlag. Oh, doe mij dan maar een blauwe, zegt de klant. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik wens je alvast een kerngezonde week. Tot volgende week. Ik ga nog één keer oefenen en dan ga ik ze toch echt cadeau doen aan mijn vriendin. Benieuwd of ze er blij mee is. Oh, die was niet zo goed. Kom op. Yes! Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.